PJ. I'm in Leiden in the Netherlands. We are going to ask people in the Netherlands what they think about Sri Lanka. Because we want to get more people to our beautiful country, Sri Lanka. So we are going to ask them. What Sri Lanka is that a land of the homestead of an elephant India. Sri Lanka, dat zit in Azië, een beetje in het oosten. Ja, klopt. Is dat India? Deel van India? Hoofdstad. Of... Denk geen hoofdstad. Land. Nee. Dus dat denk van land? Dat is een land. Nee, dat nee, is een land. Ja, een land. Dat is een land. Heel goed, Sri Lanka is een land. En ten tweede, wat denk je die hoofdstad van Sri Lanka is? Is het New Delhi of Kuala Lumpur? Nee, dat is van India. Ja, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ja, dat is van Sri Lanka. Ik heb drie keuzes voor jou. Of Palambo. De laatste. Palambo. Hoofdstad van Sri Lanka is Colombo. Wat denk je het hoofdeten in Sri Lanka is? Is het pasta of spaghetti of rijst? Rijst, aard, vis, denk ik. Rijst. Dan wordt het gokje, dan gok je op rijst. Rijst. Inderdaad, de meeste mensen eten rijst in Sri Lanka. Ze weten veel van. Heel goed. Welke soorten dieren zie je in Sri Lanka? Zijn er olifanten of beren en luipaarden? Ja, dat weet ik niet. Ik denk luipaarden. Luipaarden? Ik denk olifanten. Ja. Olifanten? Ik denk luipaarden. Jij hebt gelijk. Oh, okay. Jij hebt ook soms niet gelijk, maar ze zijn allemaal in Sri Lanka. Olifanten, beren en luipaarden. Jammer. Ja, ook wel jammer, ja. Allemaal. Oh, ja. Amma. Alia. Nou, mama. Ado. Smera. Barea. Bada. Maar deze. Heel goed. Vrijheid Hoewam. We understand from the replies from the people in the Netherlands that they know about Sri Lanka as a country. There is a lot of demand right now for the tourists to come to Sri Lanka in the Netherlands. So I invite the tourist board to more promotions in this country to bring more tourists to our beautiful land. I'm PJ from the Netherlands.